Allemaal. Nou, daar ben ik weer. Kijk eens hier. Mooie roosjes. Een mooie kaart. Ballonnen. Want mijn schatje is weer thuis. Joepie. Ja, ze is al een paar dagen thuis. Maar ja, we hadden het zo druk met elkaar. Dat ik eigenlijk helemaal geen zin had in de vlogcamera. Ik heb ze zo erg gemist, dat kan ik niet uitleggen. Ik ben blij dat ze weer lekker terug is, mijn schat. Ja. Het is wel goed gegaan. Het is met Mies ook heel goed gegaan. Met mij ook heel goed gegaan. Maar ja, als je 2 jaar lang allebei, iedere dag, alles, maar dan ook alles samen doet. En als je dan in 1 keer 3 weken ja, van elkaar weg bent, dan is dat echt wel een dingetje hoor. Dus, ja. Maar goed, we zijn weer back. Toch? Ja, ja, we zijn weer terug. We zijn weer terug. En ja, ik ben heel blij. Ze is meteen hier aan het koken geslagen. Nou ja, dat wilde jij heel graag ook, toch? Ja, Indisch. Ze kan zo lekker Indisch koken. Dat is zo lekker. We eten weer kipfilet met een of andere saus. En dan lekker rijst en boontjes ook in een of andere saus. En ja, gewoon echt heel lekker. En rundvlees. Rundvlees ook nog. Het is gewoon echt all-in-one pakket. Dus hier, het kind is ook blij. Lekker bij mami. Lekker flesje. En we zijn net naar de babywinkel geweest. En we hebben weer van alles gekocht. Ja, die loopstoelen van tegenwoordig vinden we echt lelijk. Dus de mooiste die we hebben kunnen vinden, hebben we gekocht. En die ga ik zo meteen in elkaar zetten. Dit is ook een heel leuk ding. Dan kun je zo draaien en er zit allemaal licht in. Het allerleukste vindt ze telefoontjes. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Het schat, een telefoon met knopjes, dat vindt ze helemaal geweldig. Ja, dat is helemaal het einde. Roze telefoon heeft ze al. Ja. Eerste telefoon. Roze telefoon. De iPhone Pink. Ja, dat is helemaal leuk. Nee, maar... Ja, dus ja, dat. Ik ga zo meteen het resultaat laten zien van het eten en van de loopstoel. Oh, het is klaar hoor. Dit is lekker kip in een of andere saus. Is echt super lekker. Dit is boontjes met ei en pittig met iets en uien en knoflook. En ik weet ook niet precies waar, maar ook lekker. Dit is rundvlees, ook in saus. Ook super lekker, maar die is nog niet klaar, want dat moet natuurlijk langer opstaan. Het is allemaal met een het Indisch, hè? Of hoe noem je dat? Lach je mij nou uit? Wie slacht me uit? Ja, sorry. Oké, omschrijf jij het eens. Ik ben er niet zo goed in. Dit is lekker saus, het is pittige saus, maar het is wel lekker. Ja, ik vertel eigenlijk iets, maar eigenlijk vertel ik nou niet. Nee, ik vertel je ook niet. Nee, maar wij zeggen, zeg jij het. Ja, maar het maakt niet uit. Het is gewoon lekker allemaal lekker in saus. Het is gewoon allemaal lekker van mijn vrouw. Nou, en dit is de loopstoel geworden. Kijk eens. Prachtige kever. Zullen we een loopstoelcollectie beginnen, schat? Vreselijk al die dingen. We zijn erachter gekomen dat er op dit moment geen mooie loopstoelen zijn. Het is het allemaal net niet. Maar net niet, is het ver van net niet. Ja, we hebben er een gevonden die we dan op zich wel een beetje leuk vonden, maar... Ja, nou ja, hier moeten we het mee... Romy, hier moet je het mee doen. Maar zij vindt het leuk. Zij vindt het leuk en ja, daar gaat het om toch, als haar het kind maar leuk vindt. Of niet? Ja, precies. Kids, ga jij jou kruipen? Ja, de boom begint net te kruipen. Dat is mooi. Kunnen. Kunnen. Kom maar. Klein rupsje. Jongens, we zijn vandaag in Amsterdam met Mies natuurlijk en die heeft vandaag een fotoshoot voor Echte Meisjes in de Jungle natuurlijk. Fotoshoot, ze moet filmpjes opnemen, nou van alles. Het is in Amsterdam, dus ik zei schat, weet je wat, ik ga gezellig mee en dan maken we er gewoon een gezellig dagje Amsterdam van. Is toch leuk? Nou ja, gezellig, we moeten het zelf gezellig maken natuurlijk. Dit is eigenlijk een tyfus weer hoor. Oh, nou, ze zit al in de make-up. Ik zit hier nu, alleen mijn ogen zijn opgemaakt. Ja, de cola. Nee, ik heb cola. Goed je? Nee, ze moet cola voor de zaak. Ze moet cola voor de zaak. Ja, ik kon er niks anders niet doen. Ik moet cola, want dan met suiker gaat het lachen. Oh, jongens, dat wordt wel straks. Nou, hier, alle kleding. Dit vond je daar. Nou, als ze zo meteen aan het shooten is, dan ga ik even wel laten zien. Jongens, kijk eens daar, wat een plaatje. Die schoenen, die jurk, die haren, alles. Ja,
Dit mag niet, hè? Wil je het niet? Nee, mag. Nee, is goed. Is goed. Ik bedoelde eigenlijk, dat zag ik meteen, dat logischer is dan boos. Ja, dat is logischer dan wel boos, ja. Ik ben niet zo boos op boos. Ze houdt niet van boos kijken, okay. Hoor je dan? Ik ga gewoon lekker klikken. Zeg beeldschoon, Michelle, echt. Denk maar gewoon aan een uur eerder opstaan. Ja, nou. Hier, daar komt ie. Jongens, 7 maanden geleden bevallen. Hoe kan het nou? Zit je nou over te zeveren? Niks, ik heb het tegen mijn volgers. Juist. Oké, ik doe even een testje. Wat ben je aan het doen? Soep aanmaken. Oh, die heb ik zo gemist, die soep. Het is courgettesoep, die vind ik zo lekker. En roomkip gaat ze ook maken, die ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar, ik weet dat we heel vroeg zijn. We gaan de kerstboom zetten! We gaan de kerstboom zetten! Kijk, nu kan het nog. Vanaf volgend jaar is Rome natuurlijk helemaal in de ban van Sinterklaas. Ik ben het er niet mee eens. Wie? Met die groene kerstboom. Ja, we hebben een discussie. Ja, ik ben er ook niet mee. Kijk, vorig jaar, ik hou niet van roze en ik hou ook niet van de witte boom. Maar ik heb vorig jaar een witte boom gezet omdat Mies en Bibi dat mooi vonden met roze. Maar volgend jaar krijg je wel een andere boom, Amerikaans. Dat is ook mooi met groen. Nee, volgend jaar. Een groene boom is altijd mooier. Is niet. Een groene boom is altijd mooier. Mooi, met Disney erin. Ja! Nou, dat vind ik niet. Ik vind hem wel. Nee. Dus ja, we hebben iets van goud gehaald. En ik wil er dit jaar nog één keer aan geloven. Wit en roze bij dan. Voor jullie. Roze en wit. Nee, dat hoeft niet in een witte boom. Wat zei je? Dat wil je met die boom. Ik hoef geen groene boom. En ik wil geen witte boom. Een Amerikaanse boom mooi met groen. Maar ik vind een witte boom lelijk. En ik heb die vorig jaar al gezet. Voor jullie. Is dat niet normaal? Mooi. Ik heb gewoon niks meer te vertellen in mijn eigen huis. Dat is een prachtige boom. Ja, dat is inderdaad een prachtige boom. Ja, die groene. Volgend jaar. Het wordt de groene. Volgend jaar die groene. Ik heb de discussie verloren. De groene boom is weer naar boven. En de witte boom is weer naar beneden. Dus het wordt een witte boom. Met roze. De kerstboom staat. De witte boom. White Christmas! White Christmas! Jullie, die bleven ding wel even opschuiven, die box. Nee, waarom? Nou, oké, dan niet. Jij wil, maar het is zo tegenaan. Het is niet echt mooi. Het is niet echt mooi? Dat gaat niet, dat ding hangt op de muur, dat gaat niet. Oh. En hij moet gewoon in het midden van de muur blijven staan. Nou is daar weer de discussie, de box, mensen. Daar word ik er niet goed van. Dit wordt de boom. Schatje, ben je blij? Ben je blij? Ik ben er moe van. Ben je er moe van? Ja, al dag discussiëren. Het is vermoeiend als je zin niet krijgt. Als je er niet gewend bent. Hoezo? Ik heb toch maar zin. Ja, je hebt toch je zin. Nou is het ook weer goed. Dan kunnen ze weer lachen. Zet er zin. Kijk, witte boom, goud en roze. En deze vindt Bibi leuk. Ja, die kijk, ik wilde zo'n kerstboom. Ja, maar dan gaan we volgend jaar doen. Volgend jaar. Volgend jaar. We gaan doen een Disneyboom. Oh, dat is van die sneeuw, dat bedoel ik. Mijn allergisch voor een witte boom. Daar kan ik niet tegen. Ja. Nou, we gaan de lampjes erin doen en als de lampjes erin zitten, dan zijn we weer terug. Het is gelukt. Ik zit helemaal vol sneeuw, Kilaan, van top tot teen. Kijk eens. De boom, die staat. Lichtjes erin. Dan gaan we nog even het gouden kleed eronder leggen en dan gaan we de rest morgen doen. Mooi, hè? De kerstboom aankleden. Hij staat. Dat hebben jullie al gezien natuurlijk, met de lampjes en alles. Echt superveel lampjes, ik weet niet hoeveel duizend. En nou gaan we hem aankleden. Dus hier zijn alle spullen. Dus ik ga jullie zo meteen even een tussenstand laten zien. En natuurlijk de eindstand, want daar gaat het om. Oh, Merry Christmas, de tussenstand. Bijna al het goud zit erin. Hij hangt eigenlijk al heel vol, hè? Maar ik hou echt van een overdreven volle boom. Eigenlijk denk ik dat Mies al zou, die vindt hem al goed zo. Maar ja, dit moet er nog bij, en dit moet er nog bij, en dit moet er nog bij. Oh jongens, ik zweer het, intratuin is er niks bij.
Oh jongens, de boom is klaar. Hij hangt heel vol. Hij is heel gezellig. Heel fout en heel goud. Met een klein beetje roze. Kijk, leuk hè. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Echte meidenboom. Ja. Nou, ik zou zeggen Merry Christmas. En om eventjes terug te komen op ons aardappelverhaal, ga ik jullie even laten zien. Kijk. Dit zijn niet de aardappels. We hebben net even aardappels bijgehaald. Heb ik gedaan. Ja, Bibi. Want misschien de aardappels schillen. En wat denk je? Groen. Waar waren ze? Groen. Groen. Ooit groene aardappels gezien? Dan zijn ze dus nog niet rijp. Dus deze meiden en jongens, die gaan allemaal weg. Want het was toch niet zo'n goed idee. Nou schat, vind je de boom mooi? Prachtig. Ja hè? Ja. Dus het was heel sarcastisch en prachtig volgens mij. Nee, dat is een hele mooie boom. Oh ja. Heb je het ook mooi gedaan, heel goed gedaan met z'n tweeën. Hebben we het goed gedaan? Ja. In ieder geval, de boom is af. Ja. Eten is ook bijna af. Ik heb wel zin in hoor, we eten prei, dat hebben we heel lang niet gegeten. Dit doet niet altijd heel lekker sausje bij maken bij de prei. En hier lekker tartaartjes met jus, à la mis. En hier zijn aardappels à la mis. Nou, ze kunnen hier even vervelend ook. Maar ik meen het echt. Je weet dat ik daarmee. Niet zo doen. Je weet dat ik jou eten hartstikke. Ja, het klinkt sarcastisch, maar dat is het niet. Want je weet dat ik jou eten hartstikke lekker vind. Kijk nou eens hier. Hoe lekker. Ik heb er helemaal zin in. Bibi komt in met mayonaise en curry aan. Die maakt er weer iets heel ongezonds van. Maar wat curry is gewoon lekker bij je. Oh jongens, we gaan vandaag een hele leuke shoot doen. Nou ja, of het leuk gaat worden, dat weet ik niet. Maar nou, het wordt in ieder geval mooi. Dat is het belangrijkste. Hè? Kijk, is hier de kerstschommel. Hoe leuk. Dus ik ga Romy even omkleden. Bibi is al aan het omkleden. Hallo. Hallo. Ik ben in mama koep ontploft. En Mies die... In de maquillage. Missie die wordt helemaal klem gemaakt. Moet jij nu filmen als ik nog niet... Ja, gewoon, dat heb je een goede voor en na, ja, toch? Ja, of niet. Nou, we gaan even ons eigen omkleden en dan gaan we eerst beginnen met de shoot met Bibi en Romy. Nou, dit is dus de shoot, jongens. Nou, ik wil niet weten hoe ik hier zit. Ja, goed zo. Ja! Jolly kan pakken! Iets gekker, hoor. Ja, maar dan gaat ze lachen. Ja, nog iets gekker. Ah! Ja. Romy! 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 Goed zo, Bibi. Romy! Ja! Pakken? Ja, dat jij wil pakken! Romy! 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 Baby! Romy! Hallo! Romy! Dat is afgeleid, ja, die dingen. Hebben we niks wat ik... Lachen! Oeh, ja, goed zo! Heb het goed hoor, schat? Oeh! Voetjes kruisen? Nou, zo zit ik hier altijd. Komt-ie. Flappies in de handjes, vrij, vrij, vrij. Ja, gooi ik ook. Ja, daar gaan we! Ja! Ze is er klaar mee, mensen. Zet er geen zin meer in. Zij hoi. Ja. Romy! Bibi, kijken lachen. Romy, klapjes in de handjes, blij, blij, blij. Op de boze bolletjes, allebei.
Klapjes in de handjes, blij, blij, blij. Op de boze bolletjes, allebei. Kiki, lekker. Ja, zij wil gewoon haar lippen wat rooier hebben. Ja, ja, ze heeft nu ook echt hele rode lippen. Dat is heel grappig. Ja, klapjes in de handjes. Ik heb ook. Een beetje voeten achter. Ja. Klapjes in de handjes. Ik heb en een beetje rechtsop zitten. Ja. Klapjes in de handjes. Ik heb ook. Ja, die kom ik jou pakken. Ik ook. Zit daar een jurkje goed? Romy. Een jurkje goed op. Hartstikke keer. Romy. Hij doet je. Ja. Romy. Ik heb ook. Ik heb ook. Ja? Zo. Klaar. Goed gedaan. Oh, die camera loopt. Dat het zo mooi kan zijn.